Het is behoorlijk druk aan discotheek Cocorico in Lievegem. Daar zijn momenteel de opnames bezig van de film Zillion. Die vertelt het verhaal van Frank Verstraeten en zijn megadiscotheek in Antwerpen. De man maakte ook vijanden en daardoor ging de legendarische discotheek samen met zijn oprichter ten onder. Ja, het is een passieproject voor mij waar ik ondertussen al 10 jaar mee bezig ben. En nu eindelijk is het echt van de grond gekomen en zijn we hier in het fantastische Zomergym beland. Op donderdag 4 en vrijdag 5 november worden er heel wat dansscènes opgenomen. En daarvoor rekent men op heel wat Lievegemnaren en mensen van daarbuiten om te komen figureren. We hebben eigenlijk van alles voorzien. We gaan zeemeerminnen hebben, we gaan vuurwerk hebben de volgende dag. We hebben echt zotte acts allemaal klaar. We hebben ook natuurlijk de crème de la crème qua Vlaamse acteurs. Mathieu Simoni bijvoorbeeld, Jean Timmer zit er tussen. Geert van Rampelberg, Jonas Vermeulen zit er ook tussen. Het gaat een belevenis worden om af te komen. En de sfeer op de set is zeer leuk. Dat mochten we zelf vaststellen tijdens een wedstrijdje kipnuggets eten. Oh ja, jullie moeten allemaal komen figureren. Wie graag een beetje danst in een euro wil bijverdienen, moet zich dus als de bliksem inschrijven. Dat doe je via castingzillion@gmail.com. Iedereen die 16 plus is en die gewoon kan dansen, die een beetje ritme heeft, die kan afkomen voor donderdag, dat is de 4e november, en vrijdag de 5 november. Je hoeft zelfs niet goed te kunnen dansen, want ik kan zelf totaal niet dansen. Je moet gewoon willen dansen en dan ben je al welkom.